Aswinta Dijkstra waard in juni dit jaar door haar ex-zweger deerstutsen. Deze week wierde er een pro forma zitting, dus net de inhoudelijke behandeling van de zaak. De nabestaanden en de advocaat wisten van niet. Ze kwamen er via beruchten op Omroep Friesland achter. De mem van Aswinta is te emotioneel om voor de camera haar beklag te dwaan en liet het aan haar advocaat oor. Je moet je voorstellen dat als je dochter wordt vermoord, dat je er dan toch wel een behoorlijk belang bij hebt om te weten wat men met de verdachte daarvan doet en wanneer die zaak voor de rechtbank komt. En dat zou je het liefste dan van tevoren willen horen en daar niet opeens mee worden geconfronteerd als je naar de nieuwsberichten van uw omroep luistert of kijkt. Ze zijn geïnformeerd over de eerste proforma zitting en ook over deze zitting in december is contact geweest met de nabestaanden en of hun contactpersonen. Dat is net het enigste dat advocaat en nabestaanden dwars zit. Ik heb bijvoorbeeld ook gevraagd om een kopie van het dossier waar mijn cliënten ook recht op hebben. Maar het blijft oorverdovend stil. Het is alsof mijn post vanuit Amsterdam Leeuwarden niet bereikt. Terwijl ik toch echt verzendbewijzen heb en ook ontvangstbewijzen heb zelfs dat het Openbaar Ministerie mijn brieven wel krijgt. Het Openbaar Ministerie zei dat het dossier nog maar krek compleet is, omdat het om een heel ingewikkeld onderzoek gaat. Uiteraard krijgt hij de stukken, maar ja, om de simpele reden dat wij het gewoon nog niet hadden, hebben wij het niet eerder kunnen verstrekken. We hadden misschien, als je naar achteraf kijkt, de advocaat even op de hoogte moeten brengen van het feit dat het dossier nog niet gereed was en dat hij hem daarom nog niet heeft ontvangen. Dat komt misschien bij de advocaat over als nalatigheid van ons. Advocaat Korver is dwaande mooi zwartboek van flaters die het Openbaar Ministerie maken hebben zo. Hij wilde er deze zaak ook ontajekje.